Is er een discussie geweest of is het een, uh, toch een, een, een hele simpele roofoverval geweest? Uiteindelijk dan komen er toch drie mannen komen, uh, echt concreet in beeld als verdachten. Welkom terug bij de podcast Moord op de Tekenjuf. Over de moord op Diana Winkel in Oldenzaal. Vijftien jaar geleden werd de tekendocent om het leven gebracht. In deze podcast ga ik, Rutge Borgerink, journalist bij RTV Oost, op zoek naar de losse eindjes in deze moordzaak. Het duurde even voordat er een nieuwe aflevering kwam, maar ik heb niet stilgezeten. In deze aflevering Verdachten probeer ik namelijk uit te zoeken wie de moord gepleegd kan hebben. Dat is niet heel eenvoudig, want de zaak is natuurlijk nooit opgelost. Onlangs heb ik een mail gekregen van een oud regisseur die een tijdje aan de zaak gewerkt heeft. Daarover zometeen meer. Hallo, Kom erin, jongen. Dank je. Dat is een tijd geleden. Dat is een tijd geleden. Ja, Eerst ga ik langs bij journalist Alfons Weijerink. Hij volgde de moordzak op Diana Winkel al sinds het begin. Hij schreef er tientallen artikelen over. Was je er nog niet eerder geweest of? Nee. Zak je Alfons werkte jarenlang als journalist bij het dagblad Tubantia. We zijn oud collega's, dus ik mag je zeggen. Een zak van uh, een drogisterijketen in de regio. En je hebt een hele tas vol. En dit zijn allemaal oude kranten of? Het uh... zijn allemaal oude kranten. En heb je dan alle artikelen die over de moord zijn geschreven, bewaard? Of, uh... Ja, die heb, ik, die heb ik allemaal bewaard. Even kijken, hoor. Ik. Uh... Ik, ik, ik heb het over de donkere mannen rond uh, Diana Winkel. Ja, uh, Diana verkeerde veel. Uh, had veel uh, vrienden uit, uit, uit Afrika, zal ik maar zeggen. Diana was heel sociaal bewogen. En, uh, en er kwamen nog wel eens wat uh, uh, mensen uh, bij haar thuis. Uh, de donkere mannen rond Diana Winkel. Kijk, ik beschrijf ook hoe ze gevonden is: met een briefje van 10 euro. Uh, naast haar hand, ze had de portemonnee bij zich. Ze lag achterover op, uh, op de grond in een uh, plas bloed. Ja, vermoedelijk heeft ze de deur open gedaan voor iemand die ze al dan niet uh, kende. Ja, wat er gebeurd is, ik weet het niet. Is er een discussie geweest of is het een. Uh, toch een, een, een hele simpele roofoverval geweest? Ja, ik durf het niet te zeggen. Want hoe weet je dat zij. Ja, met het briefje van tien en een badend in het bloed zo is aangetroffen? Nou ja, dat heb ik uh, uh, stukje bij beetje kunnen vernemen in, uh, in het circuit. Uh, in gesprekken ook met, uh, met rechercheurs. Uh, uh, ja, kwam een beetje, beetje bij beetje kwam naar boven... Uh, wat er allemaal was... Uh, hoe het er aan toe moet zijn gegaan daar in de woning. Ik heb hier... Dit is uh, dinsdag 25 november 2008. Dat is dus tastend, in, ja, tastend in, het, in het duister. Dat is een verhaal over dat een maand na de moord, nadat ze gevonden was, uh, er nog steeds uh, geen concrete aanknopingspunten waren uh, voor de politie. En ik stel vast, dus op, uh, op die dinsdag 25 november 2008, dat de recherche het spoor bijster is in de, in de moordzaak Diana Winkel. Ik heb toen nog uh, gesproken uh, uh, met een getuige. Dat was een, een, een Oldenzaalse vriend van haar. Die heeft daar op uh, zeg maar de zondag, de uh, voor aanvang van de herfstvakantie, heeft hij haar toevallig uh, nog gesproken. Hij, hij, want zij, uh, Diana, liep richting het Hulsbeek. En volgens die vriend maakte ze op dat moment een wat gejaagde en ook wat overspannen. Uh, uh, gespannen Indruk. En ze heeft zich bij die laatste gelegenheid. liet ze zich ontvallen uh, tegenover haar vriend. van ik heb een sterke man nodig. Ja, en toen scheiden hun wegen. Zij is s'avonds nog. Uh, uh, heeft ze haar moeder nog gebeld. En dat was het laatste uh, levensteken van. Uh, van Diana Winkel. En dat was de zondag. en die vrijdag is ze uiteindelijk gevonden. Dat was die zondag. en uiteindelijk is ze op uh, de vrijdagavond. is ze. Gevonden. Ja, ik heb hier vrijdag 31 oktober, dat is die stille tocht. Ja. Nou heb je hier echt uh, ja, misschien wel tientallen uh, krantenartikelen ja. liggen. Um, toen je met pensioen ging, 2018 was dat? Uh, dat was 2018, ja. 2018, toen, heb jij, toen zei jij, en dat zou ik nooit vergeten, van ja, het frustreert me dat deze moordzaak nooit is opgelost. Ja, en dat frustreert me ook eigenlijk uh, uh, nog steeds een klein beetje, mag ik wel zeggen. Ja, ja, weet je, je was er toen zo uh, uh, bij betrokken, zo nadrukkelijk ook bij betrokken. Uh, ja, van elke beweging, van elke opmerking, van elk onderdeel van het onderzoek van de politie. Ja, daar, daar, daar was ik uh, bij. Ik schreef erover. Ik heb uh, tientallen verhalen geschreven. En ja, uiteindelijk is de moord nog, nog steeds niet opgelost. De politie staat, blijkbaar, nog steeds met, uh, met lege handen. Of gewoon. Ze hebben natuurlijk wel hun um, DNA gevonden. Dus uh, wie weet wat dat ooit in de toekomst nog uh, zou kunnen opleveren. Ja. Want waarom greep het je zo aan? Waarom greep me dat aan? Ja, om, uh, ik, uh, Eigenlijk was dat... Ik, ik heb wel meerdere moordzaken meegemaakt. Maar dat was... Uh, kijk, in zal uh, gebeurde dat nooit, nooit zoveel natuurlijk. En, uh, maar ja, ik was hier vanaf het allereerste moment bij betrokken. Dat kwam ook omdat er bij de politie mensen bij betrokken waren... die ik goed kende... Collega's van haar die ik uh, goed kende. Uh, ik kende de school goed. Ik kwam vaak uh, nog steeds op het Carmel Lyceum met veel plezier. En, en dat zij dus lerares was op dat Lyceum. Ja, dat, dat gaf dan toch wel een, een, een link uh, met elkaar. Ik kende haar uh, eigenlijk niet zo heel goed, maar ik kreeg er wel een gevoel bij. Een goed gevoel bij. Hier was een, uh, een, een, ja, een goed mens uh, uh, vermoord. Maar nou, nou geef je aan: van er is een DNA-spoor gevonden. Dat heb ik ook gehoord in al die gesprekken die er geweest zijn. Weet jij wat daarmee gebeurd is? Nou ja, ze, ze hebben dat natuurlijk uh, veiliggesteld: dat, dat DNA-spoor. En, ja, en op enig moment, als, als de technieken uh, 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 dat toelaten, dan, dan kan dat gebruikt worden natuurlijk. He, bij, bij een, um, als er ooit eens een keer een match komt uh, bij een of ander uh, internationaal onderzoek. Ja, het zou zomaar kunnen. Want uh, net had je al een krantenartikel met uh, waarin donkere mannen werd beschreven. Tegenwoordig kunnen ze heel veel met DNA. Dus zou je daaraan niet kunnen zien of de man Europees is of van Afrikaanse komaf bijvoorbeeld? Voor zover ik ben geïnformeerd zou dat, zou dat moeten kunnen. Hè? En, en ik denk dus dat de, de politie dat ook wel weet in, in welke hoek uh, ze moeten zoeken. Dat, dat hebben ze nooit bekendgemaakt? Dat hebben ze, dat hebben ze nooit uh, bekendgemaakt, nee. nee. Ja, weet je, er is natuurlijk ook specifieke daderinformatie. Dat zal de politie ook niet makkelijk uh, prijsgeven. Nee. Nee. Jij hebt dit onderzoek heel lang gevolgd. Heb, heb je een idee wie het gedaan kan hebben? Heb, heb ik een idee wie het gedaan kan hebben? Hoe dan moet ik gaan... Uh, in welke richting we het, het gezocht moet worden bijvoorbeeld? Omdat ze, nou ja, het woord Afrika heb ik heel veel gehoord. Het woord Afrika, Festival van Herpen, waar ze elk jaar kwam. Moet het meer in die hoek gezocht worden? Dat, dat sluit ik niet uit, maar weet je, ik, ik wil natuurlijk niet, uh, niet, niet gaan uh, stigmatiseren. Uh, wat ik wel uh, um, kan constateren is dat, ja, de, wat ik net al, uh, ook al vertelde in het begin, hoe ze gevonden is. Er, er, ze is naar de, uh, naar de voordeur gegaan en ze heeft opengedaan en uh, uh, ja, ze heeft iemand geld willen geven, want ze had een portemonnee. En, een, bij zich, en ze had een, een, een biljet van 10 euro dat lag uh, bij haar. Dus dat heeft ze aan iemand willen geven, misschien wel. En misschien is diegene daar uh, wel niet tevreden mee geweest. Er is er een schermutseling of een discussie ontstaan, en daarbij ja, is ze uh, dus uh, doodgestoken. En nou begreep ik ook van mensen die ik gesproken heb, waaronder ook haar zussen, dat ze in de tijd voor haar moord best wel angstig was. Heb jij daar ooit wat over opgevangen in die jaren na de moord? Nou, angstig in die zin, die vriend van haar, die hij dus op de, op de zondag voorafgaand aan haar vondst, vijf dagen later, die vertelde dus dat Diana die zondagmiddag een, een gejaagde, gespannen indruk maakte. En uh, dat ze ook bij die gelegenheid tegen hem zei: Van ja, ik heb een sterke man nodig. Iemand dus om haar te kunnen beschermen. Dus in, in die zin heeft ze zich misschien wel uh, angstig gevoeld, misschien wel bedreigd uh, gevoeld. Denk je dat deze zaak ook nog wordt opgelost? Ik hoop het. Ik hoop van harte dat deze zaak uh, wordt opgelost uh, voor iedereen uh, in haar omgeving. Ja, uh, want het blijft onverteerbaar als, uh, uh, als, als dit. Een geheim blijft. Terug naar de oud rechercheur over wie ik aan het begin van de podcast vertelde: de man heeft me benaderd om een kop koffie te komen drinken, maar hij vroeg me om geen opnames te maken. Aan de keukentafel vertelt hij over het verhoor van een man die destijds in de Enschedese wijk Patmos woonde. De man is twee keer verhoord, maar hij wilde niet bepaald meewerken. We moesten lullen als brugman, vertelt de oud-rechercheur. Verdacht vond hij het. Toch is er nooit DNA bij de man afgenomen. Naar nou verluid woont hij inmiddels op Curaçao. Het zijn aanwijzingen van de oud-rechercheur, maar het is natuurlijk geen hard bewijs. Er zijn de afgelopen jaren namelijk wel meer namen en mogelijke verdachten genoemd. Jan, even opnemen. Ik roep daarom de hulp in van mijn collega Jan Kolijn. Toch wel de misdaadkenner van RTV Oost. En je hoorde hem ook al eerder in deze podcast. Wil je koffie, Jan. Zullen we hier gaan zitten, Jan? Ja, lijkt me een goed plan. En in een van de studio's achterin, waar het lekker rustig is. Kom even wat dichterbij zitten. Uh, heb je een idee uh, welke kant we het moeten zoeken? Ja, het was heel lastig. Want Diana die, uh, ja, die had een behoorlijke uitgebreide kennisenkring. Ze omschreven die omschreven het als ze was niet gelukkig in de liefde. Had meerdere relaties. Soms liepen die ook door elkaar. En uh, wat bekend is van haar. Dat ze um, uh, ja, toch wel viel op, zoals het wordt genoemd. Dan exotische verschijningen. Uh, asielzoekers. Uh, daar hield ze zich mee bezig. En die... die ondersteunde ze bijvoorbeeld ook financieel, dus dat maakt het voor de politie ook lastig. Want dat is een enorm enorme kenniskring had ze. En uh, de politie heeft destijds geflyeerd bij het uh, Afrika Festival in, in Hetme. Nou, daar ben je zelf geweest. Bij asielzoekerscentra hebben ze uh, geflyeerd. En uh, uiteindelijk dan komen er toch drie mannen komen uh, echt concreet in beeld als verdachten. Dat was uh, uh, de man uh, met wie ze een relatie had. Dat was een Amsterdammer was dat. En, uh, deze man die ontdekt dan op een bepaald moment dat Diana weer een nieuw vriendje heeft. En dan, ja, dan reageert hij woedend. Zeker ook als hij ze dan nog eens een keer uh, betrapt. En uh, dan bedreigt hij hem met een mes. Diana breekt, verbreekt daarop de relatie met, met, met die man. En gaat dan verder. Zet nieuwe sloten op haar deuren. En gaat verder met haar nieuwe vriend. En van die nieuwe vriend weten we dat hij uh, tien jaar jonger is. Zo'n vluchteling was die uit Burundi. Die hebben drie jaar lang een relatie gehad. Heel erg moeizaam. Uh, die man had drankproblemen, uh, buren die zeiden van er waren veel heftige ruzies. En die wonen ook bij Diana in Oldenzaanhuis. Ja, die wonen daar, ik begreep bij Tourbeurt, maar in ieder geval die kwam daar regelmatig over de vloer en verbleef er dan uh, of meerdere dagen of verliep niet helemaal rimpeloos. En Diana die schreef daar ook wel over met haar zus van uh, ja, dat ze toch tegen beter weten, in, iedere keer weer proberen om die jongen in het gereel te krijgen. De drie mannen, er komt nog een derde verdachte, maar de drie mannen die verwijzen eigenlijk iedere keer naar elkaar. En zeggen zelf van, wij hebben er niks mee te maken, maar ga eens bij die vragen. En dan op een gegeven moment dan die Amsterdamse vriend, dus de, de, de eerste man met wie ze een relatie had. Die vertelt de recherche van dan van iemand uit Enschede, die in Enschede woont, in de wijk Patmos. Daar heb jij ook iemand over gesproken. Was een gescheiden man, verbleef ook regelmatig bij Diana. En van deze man is opvallend dat hij een straatverbod had met zijn ex-vrouw wegens stalking. En enkele weken voordat Diana om het leven werd gebracht is hij ook bij haar in de straat gesignaleerd. Maar ook hij zegt ik heb er helemaal niks mee te maken. Dus. En dan op een bepaald moment dan, nou ja, dan loopt het spoor dood voor de politie. Is toch altijd met zo'n zaak oppassen, omdat Diana hield heel erg van Afrika. En ze wordt gezegd, ja, misschien moet de verdachte in die hoek worden gezocht. Ja, dat is natuurlijk altijd het gevaar. Ook voor de politie. Die zeggen ook altijd van we houden alle scenario's open. We, doen, we willen niet aan tunnelvisie doen. De kans bestaat natuurlijk dat het een hoogblonde Friese is. Dat zou eventueel ook nog kunnen. Um, maar op basis van, van het onderzoek en op basis van, van wat ze hebben, uh, denkt de politie toch wel in deze hoek te moeten zoeken. Nou is er ook op het plaatselijkt volgens mij DNA gevonden. Weet je wat voor DNA-sporen dat zijn? Ja, er is, er is op een badjas en, uh, van Diana en op een muur is er, een, uh, is er um, uh, DNA aangetroffen. Dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat dat meteen de dader is. Voor hetzelfde uh, geld was het een klusjesman die uh, daarvoor uh, wat, wat uh, had gedaan. Maar het zat wel op uh, de badjas van Diana. Dus daar wordt wel nadrukkelijk naar, uh, naar gekeken. Uh, ze hebben te, in de DNA-bank hebben ze dat. Uh, hebben ze, uh, uh, onderzocht, maar dat heeft geen match opgeleverd. Dat is allemaal heel onduidelijk van hoe of wat. Ja. De oud regisseur die ik gesproken heb, die zegt ook wel van... Uh, ...ja, er is dus DNA gevonden. Maar bij die man die schijnt nu uh, op Curaçao te wonen... ...en dus destijds in Enschede, is nooit DNA afgenomen. Is dat ongebruikelijk? Nee, ja, het, je moet... Um... Normaal gesproken, die wetgeving is volgens mij ook een paar keer weer aangepast in de loop der jaren. Maar normaal gesproken mag je DNA geloof ik afnemen bij een verdenking van ik meen zes jaar even uit mijn hoofd, um, normaal gesproken zou dat dan hier wel zijn, uh, moeten moet worden afgenomen. Maar waarom dat in dit geval niet is gebeurd, dat is mij al onduidelijk. Ja, want je zou zeggen, als het DNA-spoor met die man matcht, dan heb je hem. Of is dat te makkelijk? Nee, dat, nee, want hij kan natuurlijk gewoon zeggen: van ja, ik kwam inderdaad wel eens bij Diana over de vloer. En ik heb haar de badjas wel eens een keer uh, aangereikt. Op het moment dat zij onder de douche stond en uh, vroeg om, om de badjas nadat nou, ze zich had afgedroogd. Ik noem maar iets in een scenario. Maar je hebt als verdachte wel wat uit te leggen op het moment dat er een uh, uh, lichaam wordt gevonden van iemand en daarop zit jouw DNA. Je zei net, de drie verdachten wijzen naar elkaar. Kennen ze elkaar dan ook? Nou, in ieder geval de eerste twee wel. Uh, ja, ze wisten van elkaar. Uh, maar die eerste twee, de, um, de Amsterdamse vriend, die heeft dus op een bepaald moment uh, de, het, het nieuwe vriendje. Heeft hij uh, echt ook overlopen thuis, terwijl uh, hij met uh, Diana was. En toen heeft hij ook haar bedreigd met een mes. Deze drie verdachten, zijn die ook in beeld geweest bij de politie? Heeft de politie ze alle drie verhoord, weet je dat? Ja, ja bij mij weten zijn ze alle drie echt concreet in beeld geweest. Ik heb ook foto's gezien van ze. Foto's uit zo'n mugshot, zoals dat dan heet, van een verdachte. Dus, dus van alle drie zijn er, van dat soort mugshots, zijn er bekend. Ja. Je zou kunnen zeggen, advocaat van de duivel, ze zijn alle drie verhoord. Ze kunnen het ook alle drie niet gedaan hebben. Ja, zeker. Dat, dat, die kans bestaat uh, heel goed. Uh, ja, we hebben hier te maken met een onopgeloste moord. En uh, ja, het zijn toch wel drie mannen die echt serieus in beeld zijn geweest. Ik wil nog niet zeggen dat ze het hebben gedaan. Uh, ja, daarmee, met deze, juist met deze podcast hopen we dat er nieuwe informatie vrijkomt... die mogelijk leidt tot een, tot een nieuwe verdachte. Want het blijft toch intrigeren dat midden in een woonwijk iemand wordt vermoord... dat er eigenlijk geen getuigen zijn. Dat er wel drie verdachten in beeld zijn... en dat ook niet bij alle drie DNA wordt afgenomen. Of ben, klink ik nou echt als een leek? Ja, ik, ik weet niet of bij alle drie geen DNA is afgenomen. En uh, misschien uh, heeft hij totaal niet willen meewerken. En is uiteindelijk besloten om, om dan dat DNA niet af te nemen. En bij die andere wel. De DNA-sporen zoals die in de woning zijn uh, aangetroffen. Die zijn uh, bekeken en uh, nagekeken in de landelijke databank. En die hebben niet uh, geleid tot een match. Nog even voor de duidelijkheid: ook in de eerdere aflevering van deze podcast hoorden we over de toenmalige buurman van Diana Winkel. Die heeft ook een tijdje vastgezeten, echt volgens mij als langst verdachte in beeld geweest. Maar hij is echt onschuldig. Hè? Ja, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Uiteindelijk bleek die man een alibi te hebben en hij kon de moord nooit hebben gepleegd. Dus het was dus eigenlijk gewoon dronkenmansgelal. Maar die man heeft wat verderop in de straat heeft hij inderdaad gewoond. En ja, dat was dus een van de ja, omwonenden van, van Diana. Ik probeer in contact te komen met een andere oud-rechercheur die jarenlang aan de moordzaak van Diana Winkel heeft gewerkt. De politie en het OM willen meewerken, maar we moeten eerst afspraken maken over wat er verteld mag worden en wie dat doet. Het kan even duren voordat de volgende aflevering van deze podcast online komt. Abonneer je daarom op deze podcast, zodat je de volgende aflevering niet hoeft te missen. En heb je zelf een tip over deze moordzaak? Mail dan naar r.borgering.rtvoost.nl. Dit was een podcast van RTV Oost.